Na het vertrek van wethouder Jos Derven moest dorpsbelang Renswoude op zoek naar een opvolger. Al vrij snel werd Kees Eskes, de fractievoorzitter van de lokale partij, voorgedragen als nieuwe wethouder. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd Kees Eskes benoemd tot wethouder van de gemeente Renswoude. Nou, de keuze is op hem gevallen. Zoals ik ook de laatste keer dat we elkaar spraken zeiden we dat we op zoek waren naar iemand die... Uh, Bekend is uh, met het uh, dorp, uh, die toegankelijk is en uh, ook uh, enige ervaring heeft uh, al met de lokale politiek. Nou, en die zaken die zijn bij Kees uh, allemaal aanwezig. Kees is uh, nu zo'n uh, vijf jaar raadslid geweest. En daarvoor was hij ook al uh, actief in de commissies. En uh, hij uh, woont uh, al zo'n beetje zijn hele leven hier uh, in, uh, in Renswouden. Hij kent het dorp goed. Dus. Uh, ja, dat alles bij elkaar maakt dat wij hem de geschikte kandidaat uh, achten. Nieuw wethouder van de gemeente Renswoude, gefeliciteerd. Hoe voelt dat? Dank je wel. Uh, ja, best wel uh, een beetje spannend. Uh, een, een avond, ik zie allemaal bekenden hier uh, lopen in de hal En uh, belangstellingen voor, uh, ja, ook uh, voor mij allemaal uh, nieuw. Dus uh, best wel een beetje, uh, beetje spannend, ja. De keuze was niet moeilijk dus? Nee, de keuze was niet, uh, uiteindelijk niet moeilijk. Nee, nee. Uh, nou, we hebben het in de fractie eigenlijk uh, besloten uh, dat we uh, graag met een interne kandidaat willen werken en niet met een uh, externe. En dat was, in een klein dorp willen we korte lijnen hebben, mensen uh, aanspreekbaar. Uh, dus als ik hier op straat loop, op de markt bij spreken, dat er korte lijntjes zijn. Uh, er waren een paar mensen beschikbaar eventueel in de uh, fractie, uh, maar niet nu. Uh, en toen bleef uh, ik over en toen dacht ik van nou, dan moet ik het maar doen. Dat gaat natuurlijk ook voor jullie in de fractie veranderingen opleveren. Wat, hoe gaat dat eruit zien? Klopt. Dat uh, betekent dat ik uh, vanaf heden verder ga als uh, fractievoorzitter. Dus die uh, rol uh, neem ik over van, uh, van Kees. En uh, we hebben natuurlijk nog uh, uh, een derde raadslid uh, uh, nodig. Um, en dat betekent dat uh, uh, Jan uh, Stutvoet uh, uh, terug zal keren in uh, de gemeenteraad van uh, Renswouden. Een oud-gediende. Een oud-gediende, zeker. Ja, vorig jaar heeft hij na twintig jaar uh, afscheid uh, genomen van de raad. Maar uh, we hebben hem toch bereid gevonden om weer terug te keren. En uh, daar zijn we heel, uh, heel blij mee. Zeker ook omdat uh, Peter en ik uh, uh, beide onze eerste raadsperiode uh, nu hebben. Dus uh, we enige ervaring goed kunnen gebruiken. Ik heb vandaag uh, een behoorlijk uh, proefgedraaid, om het zo maar te zeggen. Voor de beëdiging uh, meegelopen. Het uh, was best wel een druk, drukke dag, intensieve dag uh, met heel veel afwisseling. En dat maakt het ook heel leuk. Welke portefeuilles gaat u onder andere uh, nou beheren? Uh, sociaal domein, wonen en duurzaamheid. Dat zijn even de drie kreten. En daar valt, uh, nou, zeker sociaal domein, er valt van alles onder. O onderwijs bijvoorbeeld ook. Uh, maar dat zijn de drie kreten wat, wat, het, uh, wat ik ga doen. Volgens mij heeft u er zin in? Ik heb er absoluut zin in. Dus uh, zeker. Een uh, mooi team in balans dus? Zeker. Ja, daar zijn we hartstikke blij mee dat we het zo uh, met elkaar uh, hebben kunnen oplossen. Blij dat het allemaal gelukt is voor de zomer, want dat was toch een grote wens van jullie? Ja, dat, uh, dat was een wens van ons. En ik denk dat het ook heel fijn is uh, voor het uh, college: dat het uh, voor de zomer uh, uh, voor elkaar is, dat Kees uh, nu uh, langzaam uh, kan. Uh, inwerken en uh, inlezen en dan uh, vanaf september uh, vol, uh, aan de slag kan voor ons mooie dorp. Uh, we gaan ons uiterste best doen. Uh, ja, ervaring kan ik uh, als wethouder niet inbrengen. Ik denk dat ik redelijk wat uh, ervaring opgedaan heb tijdens uh, mijn raadslidmaatschap uh, en ook wel weet hoe dingen in een uh, grotere organisatie uh, werken. Uh, ik, heb er, ik, heb er, ik heb er zeker zin in en uh, ja, het is een, een uh, een dynamiek, zeg maar, uh, wat ik vandaag ervaren heb. Ik denk van nou, dat, uh, dat is toch hartstikke leuk om te doen. Ah, dat werkt, zou ik zeggen. Ik ga aan de slag.